Mijn naam is Arjen Maathuis, ik ben 32 jaar, lijsttrekker voor de VVD in Almelo, geboren en getogen in deze stad en woonachtig met mijn partner Kirsten en mijn twee dochters in het Rosarium. Het credo van de VVD bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is bouwen, bouwen, bouwen. In de komende 10 jaar moeten er 4000 woningen in het middensegment bijkomen. Ook zijn wij voorstander als VVD voor meer ruimte voor ondernemers. We zijn uitverkocht qua bedrijventerreinen en we zullen bedrijven moeten accommoderen, want anders trekken ze weg of verliezen ze de concurrentieslag met andere bedrijven. En komt de werkgelegenheid naar de toekomst toe onder druk te staan. Dus het is heel erg belangrijk om ruimte te bieden voor ondernemers. Daarnaast is de VVD voorstander van een keiharde aanpak van criminaliteit. Een snoeiharde aanpak noemen we het. We willen daarom ook zero tolerance beleid. Dus dat er strikt wordt gehandhaafd op drugspanden. Dat onze BOA's goed uitgerust zijn. En dat er meer geld gaat naar veiligheid in deze stad. Daarnaast pleiten we bij deze verkiezingen ervoor om de oranje bak uit het straatbeeld te doen laten verdwijnen. Of uit uw tuin te doen laten verdwijnen. Het neemt heel veel ruimte in. Het is heel onduidelijk wat er nou wel precies wel of niet in mag. Heel veel gedoe voor de inwoners. En het kan ook makkelijker door het gewoon in de grijze bak te doen en het te laten nascheiden in plaats van dat de scheiding aan de bron plaatsvindt. En tot slot zijn wij voor het investeren in sportvoorzieningen. We vinden het belangrijk dat jong en oud in deze stad kan bewegen en kan meedoen met sporten. En dat betekent dat we dus willen investeren in goede sportvoorzieningen, zowel bij clubs als verenigingen, als ook voor de individuele sporten zoals wandelen, mountainbiken en hardlopen. Wilt u meer weten van onze standpunten? Kijk dan op www.bouwenaanalmelo.nl of www.vvdalmelo.nl. Dat komt allebei op dezelfde website uit. Daar leest u meer terug over onze standpunten. En ga vooral stemmen op 16 maart. Een stem op de VVD is een stem voor stabiel staatsbestuur en tegen de versplintering. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Ja, absoluut. Er moet zeker geïnvesteerd worden in de verbetering van het winkelgebied in de binnenstad. Als VVD zijn we voorstander van het investeren in het opnieuw opbouwen van het stadsblok. Dat is het gebied bij de ANWB, de ABN AMRO en de parkeergarage die heel veel mensen een doorn in het oog is. We hebben al mooie slagen gemaakt door het baten terug te brengen in de binnenstad in de afgelopen jaren. Maar het moet echt verbeterd worden. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? Het antwoord is ja. De VVD is voorstander van uitbreiding van het XL Business Park. Maar niet onvoorwaardelijk. Daar stellen we wel een aantal voorwaarden aan. We vinden het heel belangrijk dat we dat in samenspraak met de omgeving doen. Dat we zonnepanelen op daken daar leggen. Dan sla je meteen twee vliegen in één klap. Landschappelijk moet de zaak goed worden ingepast en er moet circulair gebouwd worden. En het is ook heel erg belangrijk dat we goed kijken naar het profiel. Welke banen komen daar nou? En dan zitten wij te denken aan maakindustrie en high-tech. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? De VVD is voorstander van verduurzaming, maar dan wel met gezond verstand. En dat betekent dat we de zonnepanelen zoveel mogelijk op de daken willen hebben van bedrijventerreinen. Dat gebeurt al veel op XL Park 1. Dat kan straks ook op XL Park 2. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap. En de windmolens zijn ook onoverkomelijk en die willen we alleen daar in gebieden waar ze onze woningbouwplannen niet in de weg zitten. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. De VVD is voorstander van meer woningen in de komende 10 jaar. We willen 4000 woningen erbij bouwen. Er moet echt gebouwd worden. Ons credo is bouwen, bouwen, bouwen.
We zijn ook voorstander van een betere spreiding van de sociale huur in de regio. Almelo heeft relatief veel sociale huurwoningen en we willen dat dat beter gespreid wordt in de regio. En we vinden ook dat een aantal woonwijken moet worden geherstructureerd, zodat de kwaliteit van de sociale huurwoningen in Almelo verbetert. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn. Er wordt in Almelo al heel veel geïnvesteerd in cultuur en welzijn. De VVD is voorstander ervan dat de culturele instellingen ook de krachten bundelen. En als er dan incidenteel geïnvesteerd daarin moet worden, dan zijn we daar voorstander van. Dus we willen graag slim omgaan met de middelen die nu aan cultuur worden besteed. En we denken dat daardoor er een mooie kwaliteitsslag te behalen valt.